Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. En op deze hele vroege zaterdagochtend, het is ongeveer 8 uur, ga ik richting Utrecht rijden. Daar ga ik Veras oppakken. Oppakken? Klinkt net een agent. Ophalen. En vanaf daar gaan we richting Stevensbeek. En wat we precies allemaal vandaag gaan doen, dat zullen jullie nog wel zien. Gewoon blijven kijken dus. En het gaat een gezellige dagje worden. Laat de dag maar beginnen en volg. Aangekomen in Utrecht. Ik dacht van, ik ga vandaag een beetje slim rijden, weet je. Ik ga binnendoor rijden, een stukje. Dan kom ik veel eerder aan en zo. Kom ik aan, daar zo binnendoor. Hoe ik net zo uiteindelijk klaar ben met binnendoor rijden, wil ik die snelweg pakken. Zie ik dat gewoon die hele snelweg is afgesloten. Dat hele stukje gewoon. Om een of andere reden, ik weet niet waarom, moest ik weer helemaal omrijden. Ach. Maar goed, we zijn aangekomen. Ik zal even kort uitleggen wat we daar precies gaan doen. We gaan daar naartoe om een soort van, ja, wat is het eigenlijk? Een item te schieten voor Rauwkost. Rauwkost is een aankomende, het is geen tv-programma, want het wordt op YouTube uitgezonden. Het wordt wel, zeg maar, door de NPO, door de NTR, als het goed is, wordt dat geregeld en zo. En wij zijn gevraagd, wij, Joost, Defano en al die andere gasten en zo, die meeting die jullie laatst zagen. Nou, dat dus, die gasten allemaal, die zijn gevraagd om verschillende items en zo te schieten daarvoor. En vandaag gaan we een item schieten wat gaat over asielzoekers. Stevensbeek is volgens mij de enigste of een van de weinige gemeentes. Het is een krimpgemeente. Wat houdt een krimpgemeente in? Dat betekent dat er meer mensen weggaan dan dat er, zeg maar, mensen daar naartoe gaan. Omdat mensen gaan natuurlijk naar de Randstad om te werken en zo. Maar dat is een van de weinige gemeentes waarmee ze echt gewoon blij waren dat daar asielzoekers waren gekomen. Er zijn nu ongeveer 1000 asielzoekers. En waar wij nu naartoe gaan is een voetbalwedstrijd. Waar ik ook ga vlaggen als het goed is. En bij die voetbalwedstrijd gaan we wat was het ook alweer? Ja, bij die voetbalwedstrijd spelen, zeg maar, een heleboel asielzoekers. Die spelen dan in dat elftal. Dus er is ook bijvoorbeeld een school die een tekort had aan leerlingen. Daar zitten nu een heleboel asielzoekers. Dus eigenlijk zijn ze daar heel blij mee. Het is een heel zeldzaam verhaal, wat je eigenlijk bijna nooit hoort. Maar dat is ook de reden waarom we daar naartoe gaan om een item te schieten. Als het goed is, hebben we ook nog een interview met de burgemeester van Stevensbeek. We gaan natuurlijk een paar asielzoekers daar zo interviewen. Er is ook, als het goed is, een vereniging daar zo van Stevensbeek. Die opkomt voor de asielzoekers. Dus jullie zien natuurlijk een heleboel in het nieuws van asielzoekerscentrums en rellen. En iedereen is boos, maar daar zijn ze juist heel blij. Dus een keer wat positiefs. Dat moet ook kunnen. Dus volg. Hey, vroeger, man. Is dit de camera, man? Ja toch. Dat is goed. Hey, dat is goed, jongen. Yo. YouTube money aan. Pauw. Het is altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde verhaal. Je bent weer eens laat. Ja, sorry man. Je weet, ik ben een bejaarde huis. We take things slow here. Heb je geslapen bij hem? Nee man. Zijn niet op die kant. Nee. Dit zo. Nee. Okay. Ik heb gewoon een vriendin. Shout out aan jou, kat. Ik ook. Stevensbeek, let's go. Roadtrip! Woe, roadtrip Vietnam! Dit is echt Chernobyl van Nederland. Ik word hier fucking. Ik voel me niet op mijn plekje. Je weet toch wel, Steven, dat Geert Wilders heeft zo chillen in Marokko, zo voel ik mij nu ook hier. We zijn in Stevensbeek, mensen. We zijn bij een voetbalvereniging. Even zeggen. Geloof me, daarachter zijn mensen. We zijn niet alleen. Ja, daarachter hier wacht. Er zijn echt mensen daar. Ik zoom op ze. Even kijken. Ze spelen ook nog in twee verschillende kleuren. Om het extra verwarrend te maken. Het lijkt alsof er meer mensen zijn, dat is het. Ja. Maar wat vind jij van deze plek, Joost? Ja, mij maakt niet thuis, man. Mij maakt niet uit, man. Ik voel me overal thuis. Ja? Ja. Ik voel dat echt, man. Je voelt je ook thuis in Rusland. als het niet al te koud is, dan wel, man. Nu komt de schaap uit de mouw. We zijn in Stevensbeek, mensen. We zijn gewoon Duitsland bijna. Duitsland ding. Hij is hier een of andere cyborg aan het bouwen. Fucking Transformers. Gaan we iedereen beneden schieten hier. Echt, hè? Jongens, dit is mensen. Wow. Dat denk je. Je denkt dat het mensen zijn.
Ja, zo dicht tegen Duitsland aan zijn het niet echt meer mensen. Nee. Het zijn nazi's. Rustig! If your metro don't trash you. Hij ook weer, die andere? Dat is, hij is lelijk. dat is Veras. Dat is Veras. Maar waar komen jullie ook weer vandaan? Gennep. En jullie gaan vandaag spelen tegen Stevensbeek? Ja. En wat gaat de uitslag worden? 5-0. 5-0. Ik denk stiekem dat Stevensbeek gaat winnen. Hoezo Stevensbeek? Ja, ik kom hier eigenlijk voor Stevensbeek, dus... Huh? Daarom moet ik eigenlijk een dus beetje is voor je... Dus de verliezing al gewend, maar ja. Maar oké, maar stel je voor jullie verliezen. Jij mag kijken, jij mag meekijken. Ik ga zelfs vlaggen. Ja, ik ga jullie expres buitenspel zetten. Doe maar. Ja. Als we verliezen, dan wordt het 1-0. Want jouw schuld dan, maak je camera. Oké, maak je mijn camera. Ja, als we verliezen, maak je jouw camera. Kijk de tegenstander. Wow. Wij moeten banden. Amira, hup, aankleden. Hup, aankleden. Ja, maar dit is goed, man. Ja, is het goed? Dit is die vibe die ik wil hebben. Fucking Veras loopt me de hele tijd tips te geven van... Ja, nog iets losser, joh, en een gesprek en... Ja, maar dit is goed. Ik wil dit zien, Youssef. Ik wil gewoon die oude Youssef. Hij is die guy, man. Hij is die guy. Jongens, kom op, Youssef. Asperges. Steve is weer gelijk. Klaar maken voor asperges. Dat is wel een beetje groot, maar... Maakt niet uit. Zo. Doen we even. Zo, natuurlijk wel de armen uit de mouw steken. Zo. Heb je al ooit gevraagd? Ja! Ja? Ja, ik heb, Youssef is zo genaamd presentator, maar hij doet het goed. Ik ben trots op hem. Ik ben trots op hem. Als je dit kijkt, ben trots op je. Het is een vlag. Ja. Die vlaggen, ja. Of we gaan het officieel meteen krijgen. Maak niet officieel. Ja, doen we het officieel. Laat de wedstrijd maar beginnen! Woe! Steven Speek! Hoi! Zeg het, joh. Nieuwe Sillissen. Youssef kan echt niet voetballen. Dat is heel stoer. Ik zeg, ik geef hem één panna. En de ballen hier, hey, leg hem op de lat dan. De lat? Ja? Crossbar challenge. Ja? Crossbar challenge, LLE, Youssef. Oké, Youss? Yes. Ik wil dat jij nu de crossbar challenge gaat doen, man. Want dit is gewoon weak ass shit, man. Serieus? Ja, man. Zie je hoe ik die bal erin schiet de hele tijd? Ja, maar ik wil hem op die fucking lat hebben. Oké, dat gaat hem krijgen. Crossbar dingen, oké? Okay? Bas VVV, shout-out naar jou, man. Jij kan die shit wel. Bas, kom met mij dan. 1-1, ik ben hier. Zie je met Touzani, Mattie? Ik maak Touzani af en ik maak jou af. Oké, okay, let go. Geintje, Touzani, love you. Crossbar challenge! Wat je kan. Ah! Ah, bijna, man. Bijna. Die was... Bijna, hij moet erop. Die was wel mooi geweest, ik zeg het je eerlijk. Gelijk eerste shot. Zal ik voor jou met links doen dan? Ja, is goed, man. Crossbar challenge, shoot stoep 2. Ah, die. Oké, nu met rechts. Ik zeg, als dit je lukt, geef ik je gewoon geld, hè? YouTube money? Ja, gewoon YouTube money dingen. Veel YouTube monies? Ja, gewoon heel veel. Gewoon briefjes van 200. Ja! Hey! Oké, okay, die was mooi, man. Die was zo hard. Briefjes van 200. Ja, Ducaten, jongen. Lekker pik. Die was wel echt nice. Jij gaat hem nu ook doen op de crossbar? Oké, okay, is goed. Let's go, man. Oh, bijna. Dat is toch voorbij, hè? Beter dan vorige week, hè? Moet je fier beginnen. Ja? Maak maar een totaal shirtje, is wel tof. Yo, wat ben je nu aan het doen, Mattie? Rennen. Heen en weer rennen met een stok in mijn handen. Echt? Ja. Oké, hoe gaat dat? Ja, gaat goed. Ik heb geen één keer voor buitenspel gevlagd. Dus, No spark, man. Ja. Probeer nou straat al te pakken. Mattie, ik ben meer straat dan jou, hè? Ja. Ik word er altijd zo boos om, als mensen mijn naam horen en denken van ja, die Veras kan niet goed straat en zo, maar ik ben opgegroeid in Utrecht, Kanalen Eiland, shout-out naar mensen die daar vandaan komen. Kanalen Eiland is echt ghetto, we zeggen, weet je wat we zeggen? Hey, swa, dit is zo. Dat zeggen we niet, dat is van een filmpje, sorry. Zie hem rennen, man. Youssef is echt de enige... Marokkaan in heel... Waar komt het vandaan? Je speelt een Marokkaan. Echt? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, oké. Sorry, man. Sorry. Deze man wordt lijp hier. Tuurlijk. Oh. Hey, Matthijs, wat vind je nou van Youssef? Heel eerlijk.
is wel een beetje een aparte jongen, hè? Hoe die praat en zo. Ik weet niet, man. Die taal, hè? Ja. Hij werkt van die gekke, werkt van die rare woorden. Hij praat Nederlands de hele tijd. Dat confused me. Ja. ik raak helemaal verward daardoor. Ja, die Yusuf is echt een rare vogel. Oh, kut, hij komt aan. Oké, laat snel. Oké, ja. Wij maken geen video's als die knol en zo. Als mensen op jou willen abonneren, wat moeten ze doen dan? Gewoon Leef van Thijs, man. Of weet je wat, laat maar. Een van de twee zoekt in op YouTube en je komt er wel. Weet je wat me trouwens opvalt? Het is de eerste Marokkaan die gefilmd wil worden de hele dag. Bizar, jongen. Echt bizar. Hey, Yusuf. Heb je nieuwe schoenen? Jawel, heb ik sowieso. Wat? Een rare jongen is het ook, hè? Ja, maar hij komt uit Stevensbeek, dus ik Oh shit, shots fired. Als je nog niet geabonneerd hebt, abonneer hieronder en doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Woep woep. Allemaal abonneren. Walid met z'n assist. Het schijnt dat ik een vlogger ben, geen vlogger, maar een vlogger. Nou, we gaan nu weer, Yusuf heeft zo'n gesprek met de burgemeester. Ze heeft nu extra bodyguards ingehuurd, omdat ze bang is. Zij is van de PVV. En je weet toch... VVD? Huh? Nee, PVV, serieus. Nee, ze is van de VVD. Nee, serieus, PVV. Dat is echt waar, dit is serieus geen grap. Gaat VVD. Als de burgemeester van de PVV is, krijg van mij 2 barkies. Ja. Ik zweer het. Ik krijg al YouTube geld. Ja. Fuckers. En we gaan het goed, hè? Ja. Het gaat zeker goed. Hij is gewoon de hele vlog aan het overnemen. Klaar, we geen YouTube vlog, maar Veras vlog. Ja, je weet zelf, man. Maar ik ben geen vlogger. Ik ben een motherfucker. Ik ben ook geen vlog, ik ben een vlogger. Ja. Doe gewoon zo, kijk. Allemaal lachen. Ja. Hey! Nou, allemaal thuis screenshotten. Als jullie konden ruiken wat ik nu rook. Mijn scheet. Kijk hoe. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien op camera, maar echt die hele straat, hè? Gewoon vol met rook. Wat, dit ruikt naar vuur. Iets staat hier in de brand. Stevensbeek. Stevensbeek is on fire. Zal ik gaan rappen? Oh ja, ik zag dat je laatste nummertje uit had gebracht. Ja, ik kan die first uit mijn hoofd, hè? Ja, doe maar niet. Oké, ik ga het nu doen, man. Ja, heb je geen andere vers? Jawel. Dus wil je dat ik freestyle? Ja, doe maar. Ik geef je een woord en daar moet je op freestylen, ja? Kom maar. Oké. Thijs. Thijs? Ja. Ik ben hier met mijn homies, Thijs loopt eraan. Ik pak hem op en ik gooi hem over de grond heen. Nu is hij kapot en samen gaan we ergens heen, Thijs. Thijs. Je zegt ik ga rappen, maar je bent aan het... Nee, dit is een rap. Ik ben Brees, ik ben ook een rapper, maar af en toe doe ik R&B. Woehoe! Wat moet je nou met hem? Wat moet je nou met hem? Die gasten. Mensen, dit heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Ik ook niet, man. Ze hebben gewoon een ei-automaat. Ja, dit is fucking light. Je kan hier gewoon geld... Yo, doei! YouTube money! Alleen briefjes van 5 en 10 geld, maar hoeveel kost 10 voor €1,30? Is dat goedkoop? Ja, dat is normaal, denk ik. 20 voor 2,50. Dit is wel goed, hè? Dit is gewoon vers, man. Ja, maar ik zweer, als wij niet ver waren, dan had ik sowieso gehaald, man. Waarom haal je niet gewoon? Nee, maar we moeten nog fucking 200 kilometer terugrijden. Dus, zijn ze dan minder vers? Nee, maar dan kunnen ze wel kapot gaan. Ja, dat is wel zo. Oké, laten we gaan. We kunnen deze ding gewoon openbreken. Huh? Doe nou niet, Thijs. YouTube buddy! Oh. Mooie handtekening. Kijk al die kippen daar zo. Ook de eieren op jullie op de pot slaan. Alleen bij hem. Alleen bij hem. Hij wil dat heel graag. Oh, klootzak! Heb je geknoeid? Nee, vond je niet, man. Ik ga hem pissen. Fuck you, man. 5 Maar deze gasten, zij dachten van klaar. Deze mokro, we hebben hem geflasht, wij stappen uit, wij rennen gelijk weg, zie je. Dus dacht, hey, cool man, boxer, hey, later man, later. Yusuf, ik moet zeggen man, jij bent mijn beste homie man. Abonneer op mijn kanaal. Piras, Favas. Nee, maar serieus, ik vond het echt gezellig man. Ja? En thanks voor het thuisbrengen, ik woon hier, ik wil even mensen het ook laten zien. Nee man, die gaat toch niet laten zien waar je woont? Ja, ze mag best zien. Ja, ik woon hier in een bejaardenhuis. En dan zegt elke week,
moet niet hard zijn. Oké, gaat iemand dood. Zodra je binnenstapt, ruikt het naar dood, man. Deze guy. Echt, het ruikt naar dood. En weet je wat het mooiste is? Veras begint hier zelf ook al wat grijpen. Ja. Die mensen steken hem aan. Wax, Mattie. Dat is mijn wax. Die mensen steken hem hier aan. Exo, wax af. Is goed, gasten. Ciao. Ik ga even die plek opblazen. Ja, ja, mensen. Na een lange dag werken dacht ik bij mezelf van, weet je wat? Ten eerste heb ik mezelf getrakteerd op een dutje. Nu op een lekkere... hoe heet het ook alweer? Ik ben gewoon de naam kwijt van dit, man. Hoe heet dit? Is het een burrito? Een taco. Taco, juist. Taco. Wat nachos en churros. Ik heb bij mezelf van, weet je wat? We gaan vandaag een beetje Mexicaans eten. Dit is een veggie... ik ben weer die naam kwijt, man. Hoe heet die ding, man? Taco, veggie taco. Check deze. Je krijgt later een dochter, ja? Met wat mag zij niet thuiskomen? Fuck haar, MLP, zeg het gier. Wacht, ik heb het over je dochter, broer. Doe rustig, man. Niet, ik toch niet. Broer, ik ben MLP, vriend. Fuck die chimps, Matty. Bro, fuck die chimps. Thuis voor vrienden. En vrienden, vrienden, vrienden. Fuck jullie, man. Respecteer jullie. Broer, fuck jullie. Duivel. Duivel, vriend. Ja, je hebt een dochter. Met wat mag zij niet thuiskomen? Tijdbox, vriend. Maar mensen, waar ik echt stuk om ga, is deze reactie. Op de thumbnail lijkt hij op Sammy. Mensen, ik help me. Weet je waarom ik dit kijk? Ik heb vandaag een foto gepost met Ismael en met Samir. OMG, Samir lijkt op die jongen van Fribo met de volgende. Hij lijkt op... Door die reacties van deze ding, ging die video nog een keer checken. Toen moest ik nog aan het stuk gaan. Nee, ik heb gewoon moeten huilen. Check ook even de aflevering die ik heb opgenomen met hun, met Fouto Matties, super gaande. Hé, ze zijn veel te ver gegaan, man, in die aflevering, echt waar. Check die ook even allemaal. En ik wil ook nog even een dikke, dikke shout-out geven aan degene die mijn outro heeft gefixt. Echt een toffe outro. Ik was helemaal vergeten om diegene een shout-out te geven. Dus als je nu kijkt, dikke shout-out naar jou, naar Anwar Akazin. Groetjes AA Design. Dus A.A. Design. Dikke SO naar hem. Hij heeft echt een dodelijke outro voor me gefixt. En alleen maar goede reacties, man, in de comments. Ik was helemaal vergeten om hem terug te mailen en terug te antwoorden en zo. Dus excuses daarvoor. Met deze maak ik het goed met je. Dikke shout-out naar jou. En much love. Yes, mensen. We zijn weer aangekomen bij het einde van deze vlog. Vond je het een leuke vlog? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder een reactie achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten... Sluit ik altijd af met een... Pauw! Laat het vliegen voorbij. Ik kan niet kijken van de zijkant. Soms raak je even iemand kwijt. Maar ik heb nergens spijt van. Maar wie staat er aan je zij? En wie vecht er met je mee tot het eind dan?